In tegenstelling tot de vorige brand is er dit keer nauwelijks schade bij Renewi, waar het voorkomen van branden hoog op het lijstje staat. Met nieuwe maatregelen en het verbeteren van huidige technieken wil het bedrijf de kans op een nieuwe brand minimaliseren. Sowieso houden we de hopen klein, dus binnen 24 uur zorgen we dat het afgevoerd wordt. Daarna controleren we de warmte in de hopen met warmtecamera's. Die kunnen we gewoon elke 2 uur controleren. We zorgen dat de acceptatie op orde is, dus wij willen heel graag weten wat zit er in een hoop en we controleren daarop. Wij hebben een sprinklerinstallatie, die gaan we investeren om te zorgen dat als er brand is, dat we dat dan ook kunnen verdelgen. Toch kunnen de huidige maatregelen niet voorkomen dat het bedrijf voor de derde keer in korte tijd vlam vat. Het probleem zit hem vooral in grof huishoudelijk vuil, waar bijvoorbeeld natte matrassen een risico vormen. Je ziet dat ook wel bij, bij bergen met hooi. Afval is daarin niet anders. Onder bepaalde omstandigheden, vochtigheid en temperatuur, kan er broei ontstaan. En op den duur neemt de temperatuur dan zo toe dat het uiteindelijk leidt tot brand. Lithiumbatterijen, dat is echt een groot probleem momenteel. Iedereen weet wel dat telefoons kunnen spontaan ontbranden. Nou, je kan je voorstellen als dat hier in zo'n hoop gebeurt. Ja, binnen een minuut is het echt een grote brand. Dat gaat heel snel. Renewi investeert de komende periode veel geld om een nieuwe, sterkere sprinkler te laten plaatsen om bij branddetectie direct en langdurig te kunnen blussen. Toch is ook uw hulp nodig. Afval scheiden begint bij jezelf, hè, zeggen we dan. Chemisch afval, batterijen, noem het maar op, levens apart in. En als je in een milieustraat komt, het is makkelijk om het even bij die bak met tapijt mee te gooien, je busje lijm. Maar lever het apart in. Dat voorkomt bij ons veel problemen.